Een Vlaams bedrijf brengt een gsm-toestel op de markt waarmee blinden en slechtzienden vrijwel alle gedrukte teksten kunnen lezen. Het toestel neemt een foto van de tekst en leest die dan voor. Het laat slechtzienden toe om veel zelfstandiger te zijn, bijvoorbeeld in de winkel of op restaurant. Gelieve uw positie te behouden. De uitleiding wordt bepaald. Een gsm met een camera en een speciaal ontwikkeld tekstherkenningsprogramma maken vrijwel elke gedrukte tekst leesbaar voor blinden of slechtzienden. Aandacht, bij al onze broodjes worden gratis groentjes toegevoegd. Injas is zwaar slechtziend, maar met zijn gsm heeft hij geen hulp meer nodig om de prijslijst van een broodjeszaak te lezen. Na een foto genomen te hebben, krijg ik eigenlijk een informatie met spraak. Dus die zegt van... hoe dat mijn blad ligt, of alle zijkanten binnen bereik zijn. En zo kan ik inschatten of dat ik eigenlijk wel een goed tekstherkenningsresultaat zal hebben. Het is een Amerikaanse uitvinding, maar een Vlaams bedrijf zorgt voor de Europese vertalingen. Het is iets waar we al lang naar op zoek waren. Het lezen in een statische situatie, bureauopstelling, was al jaren mogelijk. Nu, het nieuwe, het innovatieve van deze oplossing is dat het in mobiele situaties draagbaar overal kan meegenomen worden. Injas heeft zijn telefoon altijd bij en daardoor kan hij nu zelf de verpakkingen lezen in de winkel. Oplaadbaar.ov met als zonder snoer. Dus je kunt opladen met of zonder snoer. Mijn autonomie vergroot enorm daarmee. Uiteindelijk moest ik dat aan de winkelier, die zou me dat met veel plezier uitleggen, ik weet dat wel. Maar die mensen hebben ook niet altijd de tijd om dat allemaal te doen. Dus de mensen willen ook zo zelfstandig mogelijk zijn. Toestel en programma kosten samen zo'n 1800 euro.